bakballen. Handig. Hallo, welkom bij Partygolf. Bij wat dan? Partygolf. Met Jordi en Jolien. Ja, ja. We zijn vandaag in Sint Martens Latem Golf, Royal Latem Golf Club. Klopt. En we gaan een rondje spelen. Nee, goals. Heb je er zin in? Ja. Dat is wel al mooi, hè? Dat is mooi, ja. Eens kijken of de eerste bal of we die meteen er in het netje kunnen leggen. Nee. En de club geeft zo een mini dorpjesgevoel, vibe, achter iets. Even een paar balletjes staan, oefenen, opwarmen. En dan beginnen we eraan. We gaan eraan beginnen aan ons rondje. We staan nu op hole 1. Jordi speelt van de witte teeboxen, ik van de blauwe zeker? Blauw, ja. Blauw, ja, want er zijn maar 2 teeboxen. Ik heb geen andere keus. Het is toch moeilijk voor mij. De eerste is 310. Dus ik denk dat ik ijzeren 4 ga pakken. Voor de tee af. Aparte baan. That's all I can say. Perfect, midden fairway. Je mens. Goeie eerste hole, moet ik zeggen. Ja. We zijn alle 2 onderweg naar onze 3e slag. Ik lig daar net voor de bunker. En Jordi ligt in high. Ja, ça va. Niet slecht van alle 2. Voor de bunker, ja. Ja, ik lig er niet in. Dus dat is ideaal. Ça va wel. Oké. Je put. To de putmobiel! Met mijn nieuwe putter! Ja! Oeh, dat is zacht. Zoiets. Een partje. Mooi. En hier is de volgende teebox. En Jordi moet gewoon over de green afslaan eigenlijk. Ja, denk ik, hè. Staat er hole 2? Denk dat. Zullen we het zien? Oké, eerste hole zit erop. Geen super begin, maar maakt niet uit. Het is niet voor punten of weet ik veel wat. We zijn hier voor plezier te maken. En ook een beetje te filmen natuurlijk. Maar we spelen alle 2 aan het eigen bal, zoals al gemerkt hebt. Dus we gaan niet alles filmen. We gaan zo korte updates filmen. Niet elke slag. Dus we houden jullie op de hoogte. Jordi met zijn nieuwe horloge. Mm-mm. Weer een nieuw speelgoed. Hier, douw je eigen clubs eens terug in de tas. Ik ben hier juist uit de bunker geraakt. Jordi heeft een put voor birdie. Oeh, maar die heeft geen gas. Die heeft absoluut geen gas. Weer een mooie par, is ook goed, hè? Hè? Een mooie par is ook goed, hè? Een mooie par, ja. Deze wel even maken. Hoppatee. Party.
Party. Dat is een goeie. Bravo. Voilà, hol 3, een paar 3. Voelt het voor u ver aan, 170? Ja, pas op. Dat is toch redelijk, ja. Dat is redelijk, hè. Een lange par 3. Ik kan hem oftewel veilig spelen en proberen de linkerkant van die green te leggen. Oftewel kan ik proberen chic te doen en hem proberen te laten draaien aan de rechterkant naar de pin toe. Ik denk dat ze de pin gaan aanvallen. Zo zeg je iets en dan gebeuren de anderen. Net voor de green. Hè? Net voor de green. Denk je er net op? Denk je er net op? Denk er net op. Ja. Net. Ja, klein beetje naar rechts. Dat was dus slag 2 op hol 4 voor Jordi. En dat was niet zo mooi. Vanop de afslag hadden we bomen gehoord. En die bal was hier heel mooi uitgekomen. Ja. Ik was net achter die bunkers geland. Allee, ja, ervoor. En nu lig ik daar. Voor slag 3. Dat is een goede bal. Op de dansvloer. Sterk. Niet te geloven, ik kan gewoon putten voor par. Mijn eerste parput. En die ligt er ook op. Ook een parput. Had dat meer gas mogen hebben. Dat is een goeie. Take it away. OMG. En erin. Moeilijke hol, de fairway loopt ook helemaal van links naar rechts en we zien niks. Zie je vallen? Nee. Niet normaal. Mijn tweede bal ligt daar voor de bunker. Ik ben helemaal over de heuvel gegaan. Heb je gevonden? Ja. Oké. Okay. Jordi heeft zijn bal gevonden. Slag 2 voor Jordi. Je rolt ervoor. Ligt bij mij.
Jordi is op de monitor de speler voor ons in de ogen te houden. Nu, de jong heeft ons wel goed uitgelegd hoe dat we hier deze rol moeten spelen. Allemaal chance. Ja. Dat is vol daarover die we verkeerde hol. Ja. We zijn hier dus op hol 6 aangekomen. Jordi moet hier van achter de heuvel afslaan. Over dit stuk. En ik moet daar op de berg pas afslaan. En hier vlak langs ons loopt nog een T-box. Dus het is een beetje ingewikkeld. Ik heb wel bomen gehoord, denk ik. De monitor zie ik niks liggen, maar ik kan me nou niet voorstellen dat die slecht is. Zullen we zien. Hier heb ik dus juist afgeslaan. Jordi vergeet te filmen. En ik lig hier zo ergens. Even zoeken. Ook naar Jordi zijn bal. Jordi heeft zijn bal gevonden. En daar lig ik. Oorzaak 3. En het wordt een put. Het is redelijk kort gekomen, dus ik heb nog een lange put te gaan. Gaat er mooi naartoe. Een goede put nu. Oké. Dikke bal, blijf weg van de bunker. Het gaat voor jou, dit is een slag. Ik heb niet gewacht. Ik zeg net te laat voor je slag, ik heb niet gewacht. Dat was slag 3. Pas voor par. Ik lig hier voor slag 3. Voor een chip. Zullen we het zien, hè. En in de bunker. Oeh, die is er mooi uit. Hele mooie bal. Ik was al... De lippen stonden al op elkaar voor mooi te zeggen. Mooi. Zo te janken. Voilà, en zo moet het wel. Hol 9, een paar 4 om af te sluiten. Ik ga een soort risico pakken. Ja, het is ook open hier, hè.
maar wel weer een heel schoon fairway. En we weten niet wat erachter ligt. Nee, volgens het plannetje zou die kaarsreis moeten lopen deze hol. Ik weet het niet, ik ken de hol niet. Maar ik denk dat hij wel zo van ligt. Dus toch ziet dat alles beetje links, loopt. Ja. Dan rolt hij terug naar het midden. Ja, zou je denken, hè. Zouden we denken. Zouden we denken, hè. Oh mijn god. Ik blijf hangen met mijn lippen. Bravo. Mooi. Hele goede bal. Snap. Kut. Ah, daar ligt ze. Precies de hoogte waarvan ik sta nu in de ruf. Een goede bal. Hier is Jordi zijn tweede bal. Gewoon een paar meter van de green. Echt helemaal over de heuvel gekomen. Bam. 252 meter was eruit. Oké. Mooi. Ah, ik had meer verwacht. Fuck. Ja, dan zal ik alweer een lippen. Oeh, die is mooi. Die is heel fijn. Oh, dat was slecht. Nu mijn parput. No. Ja, nog een bij de collectie. Nog een bal.